Volk van Suriname, goedendag. 2 weken na de laatste toespraak aangaande de COVID-19 maatregelen richt ik mij wederom tot u. Als staatshoofd deel ik met gepast enthousiasme mede dat we alweer een stap dichterbij naar volledige normalisatie kunnen nemen. De integrale aanpak van de COVID-19 pandemie in Suriname werkt. De cijfers staven dat. We zien een scherpe daling van het aantal actieve besmettingen. Alle recente uitbraken, met name in Apura, Kwamalasamutu en Saramaka, zijn thans onder controle. Landgenoten, het gaat de goede kant op. Maar we zijn er nog lang niet. Blijft u dus waakzaam. Blijft u zich aan de regels houden. Het richtcijfer is minder dan 25 nieuwe gevallen per dag. Wij hopen dat dit beeld zich de komende 7 tot 10 dagen voortzet. We rekenen daarvoor op uw medewerker. Maar wees u wel gewaarschuwd. Bij een stijging van boven de 25 nieuwe gevallen per dag zullen wij genoodzaakt zijn om de maatregelen wederom aan te scherpen. De komende week arriveren de antigeensneltesten. Mijn dank gaat uit naar de PAHO en WHO voor deze gesten. Deze testen bieden binnen een half uur resultaat. Deze nieuwe testen zullen gebruikt worden door de ziekenhuizen als sneltesten in alle CITO-gevallen. Maar ook op de verschillende testsites in stad, district en binnenland. Al met al voel ik mij als staatshoofd steeds meer verzekerd dat wij als natie hierbovenop zullen komen. Terwijl wij stap voor stap de nodige protocollen implementeren, weten wij dat grote delen van de samenleving en diverse sectoren in het bedrijfsleven nog steeds zwaar gebukt gaan onder de sociaal, economische en maatschappelijke gevolgen van de COVID-19 pandemie. Ik wil dat u weet dat het beperken van de impact van de COVID-19 pandemie op onze samenleving onze bijzondere aandacht heeft. Wij werken intensief aan modellen waarbij elke burger in zijn of haar rechten gekend is. Tegelijkertijd is het de plicht van de overheid om de volksgezondheid te beschermen en te waarborgen. Zo ook is het de plicht van elke burger om de maatregelen nauwgezet in acht te nemen. Dus nee, u kunt nog niet uitbundig feesten. Nee, de warme brassas moeten nog even uitblijven. Ja, maar het is ook uw plicht overtredingen te rapporteren. Ja, u zult de sociale controle moeten uitoefenen. COVID-19 is nog niet voorbij. Er zijn nog steeds nieuwe gevallen. Er zijn nog burgers die overlijden. De afgelopen week heeft 1 Surinamer de strijd tegen deze ziekte verloren. Onze condolences gaat uit naar alle nabestaanden. Landgenoten, de algemene COVID-19 maatregelen blijven van kracht. 1. Draag uw mond- en neusbedekking. 2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand, ten alle tijden in acht. 3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer. Vanaf maandag 26 oktober tot en met zondag 8 november gelden de volgende maatregelen. Maatregel 1. Het uitgaansverbod is thans ingesteld van 10 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen. Maatregel 2. Geen samenscholing van groepen groter dan 10 personen. Het is verboden feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. Hiervoor zal er geen dispensatie worden verleend. Maatregel 3. Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten
zijn uitsluitend toegestaan met in achtneming van de volgende voorwaarden. Het aantal toegestane aanwezige personen wordt bepaald door de beschikbare capaciteit van de desbetreffende ruimte. De maatstaf is gesteld op niet meer dan 1 persoon per 5 vierkante meter tegelijkertijd, met inachtneming van de COVID-protocollen. Maatregel 4. Sportactiviteiten in de buitenlucht, zoals recreatief volleybal en voetbal, mogen plaatsvinden met inachtneming van de desbetreffende protocollen. Echter zonder scheidsrechters en of toeschouwers. Onverkort blijft van kracht dat de overige contactsporten niet zijn toegestaan. Maatregel 5. Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. Maatregel 6. Bordelen, bars, nightclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten. Maatregel 7. Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open. Tenzij zij beschikken over terrassen in de openlucht. Verder zijn opengesteld markten, recreatieoorden, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, sportscholen, yoga, dansscholen, aerobics, zumba, sport en of fitnesscentra. Contactberoepen zoals fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops. Dit alles volgens de geldende protocollen met inachtneming van de COVID-19 maatregelen. Maatregel 8. De grens via de lucht is uitsluitend beperkt geopend voor rechtstreeks personenverkeer uit Nederland. Dit personenverkeer is uitsluitend toegestaan voor repatrianten, essentieel personeel of in verband met spoedgevallen van persoonlijke aard. Maatregel 9. Vluchten naar het binnenland worden slechts ondernomen onder naleving van de geldende luchtvaartprotocollen. Maatregel 10. Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht moeten thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven en of te bevinden. Voornoemde maatregelen hebben verstrekkende gevolgen. In gevolge daarvan de volgende toelichtingen. De situatie, dames en heren, volk van Suriname, is onder controle. Echter moeten wij waakzaam blijven. Vanwege de toename aan besmettingen in Nederland is het personenverkeer met Nederland verder beperkt. Personenverkeer is uitsluitend toegestaan voor repatrianten, essentieel personeel of in verband met spoedgevallen van persoonlijke aard. In alle gevallen kan reizen uitsluiten nadat de desbetreffende persoon toestemming heeft verkregen van de bevoegde Surinaamse autoriteiten. Neemt u contact op met de desbetreffende autoriteiten indien u wilt afreizen. De precieze voorschriften worden u medegedeeld na verkregen toestemming. Met betrekking tot recreatieve sporten mag gesteld worden dat de protocollen voor volleybal, voetbal reeds zijn vastgesteld. Wij werken zeer voortvarend aan de protocollen van de overige takken van sport. Ten aanzien van de handhaving is er een COVID Quick Response Team ingezet. Deze dienst is te bereiken op het nummer 105. Het Hoogste College van Staat, de regering, personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten zijn gevrijwaard van de bovengenoemde maatregelen. Met dien verstande dat zij alle voorschriften en COVID-19 preventieprotocollen dringend in acht nemen. Beste landgenoten, gezonde voeding,
En optimaal bewegen zijn randvoorwaarden voor een goede fysieke gesteldheid. Versterkt uw eigen weerstand ten alle tijden. Bescherm uzelf en uw naasten onder alle omstandigheden. Wij gaan hier samen doorheen en delen een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tot slot danken wij de gezondheidswerkers voor hun bijdrage en zorg. Weer spreken wij een woord van bemoediging uit naar werknemers en werkgevers in alle sectoren. We gaan het samen doen. Voor ons allen, voor onze kinderen, voor ons geliefd land Suriname. God zegene u. Dank u voor uw aandacht.